weer met de nieuwe FIFA Mobile video. En vandaag hebben we allemaal rewards. En ik ga nog iets kopen. Ja, ik ga namelijk de stempas kopen. Ik ben nog helemaal niet zo heel ver. Maar we hebben 32 dagen om de stempas te voltooien. En ik dacht, weet je wat? Ik ga hem gewoon kopen. Want we kunnen aan het eind 117 rated Henry vrij spelen. En halverwege heb je ook nog een 115 rated speler die je kan krijgen. Dus dat is ook leuk. Maar al met al nog vet voor andere rewards die je kan krijgen. Dus ik vind het wel een goede deal. Dus die gaan we kopen. Maar daarnaast hebben we ook nog allemaal andere rewards die we kunnen gaan claimen. Bij Mysterie aankopen. Bij Founders hebben we nog van allerlei punten die we kunnen gaan opmaken. En we gaan nog edelstenen verdienen. Waarmee we vervolgens hier bij Founders ook nog zo'n pack kunnen openen. Deze kunnen we dan openen. Dus dan ben ik benieuwd of ik daar ook nog iets uit ga krijgen. Maar voordat we verder gaan en voordat we alle rewards gaan kopen, doe een duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk ook net zo leuk. Maar laten we maar beginnen met eerst de Mysterie aankopen. Want we krijgen gratis 112 rated Ronaldinho. Misschien wel de meest leuke speler alle tijden om naar te kijken. Nou, hij was gewoon zo goed en behendig met de bal. Dat was echt niet normaal. Ik denk niet oprecht de allerbeste voetballer aller tijden. Nee, dat is Ronaldinho niet. Maar het is wel gewoon om naar hem te kijken hoe die voetbalde. Altijd grandioos. Maar is mooi. Ik heb hem gratis gekregen. Iedereen heeft hem trouwens gratis kunnen krijgen. En volgende week kunnen we gratis een 115 rated U-Team of the Season speler krijgen. Wat wel echt geniaal is. Oh. Oké, het gaat ondertussen alweer wat beter. Ja, we gaan nu naar Founders. Want ik heb natuurlijk hier ervoor gezorgd dat ik ook mooi wat punten heb verzameld. Oh, ik zie dat we hier nog één training kunnen doen. We kunnen blijkbaar twee trainingen doen. En daarna had je twee wedstrijden. Dan kunnen we nog 5 extra punten verdienen. En dan kunnen we deze punten ook gaan opmaken. Want ik wil namelijk binnenkort ook hier een hele goede speler vrijspelen. En voor degenen die de vorige video hebben gezien, die weten al welke speler ik wil gaan vrijspelen. Dat is hierbij. Nee, niet bij Melpaal-wedstrijden. Wordt de founder. Nee, was het wel bij clubsamenstelling? Ja, hier was het wel. Ik wil namelijk Madison vrijspelen. Dan moet ik in totaal 3000 scoutpunten hebben. En dan kan ik uiteindelijk kan ik hem vrijspelen. En dan krijg je hier ook nog een 115 rated speler erbij. Dus dat is ook nice. Maar we gaan eerst één pad kiezen. Het maakt niet fout. Uiteindelijk moeten we alles hier verzamelen. Maar ik zou het leuk vinden als we dan binnenkort hier deze ook kunnen verzamelen. Dus ik probeer nu zo snel mogelijk eerst naar die 115 rated speler te gaan. Dat we die kunnen vrijspelen. En daarna zien we het wel. We krijgen nog 400 skill boosters erbij. Dus dat is ook behoorlijk wat. Dus dat is ook mooi. En de rest van mijn punten ga ik bewaren. Want die ga ik dan binnenkort weer een keertje opmaken. Ja, dan gaan we dat doen. Maar nu bij Word & Founder. Want hier hebben we ook gratis rewards. Elke 24 uur wordt het geüpdate en uiteindelijk als er in totaal 50 miljoen founders zijn, dus dat er in totaal 50 miljoen spelers over de hele wereld dit hebben aangedrukt, dat ze een founder zijn, dan krijg je een 114 rated spits, dus dat is wel nice. En hier krijg je nog 200 scoutpunten, dus dat is ook mooi. Maar nu krijgen we een 108 plus rated speler en je kan gewoon een van 113 krijgen. En we krijgen 1250 edelstenen, wat ook behoorlijk veel is, dus dat is ook nice. Ik zal nu even voor deze speler gaan. Ben ik benieuwd of we een walkout krijgen. Of dat het gewoon een 108 rated speler is. Oké, dan vind ik 111 best wel netjes. Want 108 was het laagste wat je kon krijgen. En 113 was het hoogste wat je kon krijgen. Nou, dan vind ik 111 helemaal niet zo heel slecht. Dus dat is op zich wel nice. Tot nu toe echt vet veel gratis rewards kunnen claimen. Dus dat is wel erg mooi. Dan ben ik benieuwd of ik nog een paar edelstenen ergens bij kan verdienen. Want als we de 2500 edelstenen hebben, kunnen we 2 van deze pakketjes openen in plaats 1. Of misschien zou dat in de pers kunnen. In de sterrenpas. Je krijgt die 5000 edelstenen. Oké, weet je wat? Dan doen we een lijpe pack opening. Ik ga hier alles claimen. Dan moet ik natuurlijk eerst even de pers kopen. En met alle edelstenen die ik dan zo meteen heb, ga ik ervoor zorgen dat we dan nog allemaal packs gaan openen. Dus dat is wel echt heel erg nice. Maar eerst even de sterpas openen. Maar 50... Of nee, niet 50.000 edelstenen. 5000 edelstenen. Dat is echt veel, man. Dan verwacht ik zo meteen wel een goede founder speler uit een van die packs. Daar ga ik wel van uit. Maar de aankoop is voltooid. Dus dat is mooi. Dus we hebben de sterpas gekocht.
En dan ga ik nu niet in één keer de boel boosten dat we nog verder gaan met FIFA-punten. Dat doe ik al spelend. Ik voltooi gewoon elke dag de opdrachten. En dan aan het eind van het seizoen, dan gaan we sowieso Harry kunnen vrijspelen. Dus we hebben nog pet voor rewards die we natuurlijk in de komende tijd kunnen gaan krijgen. Maar hier hebben we ook mooie rewards. We beginnen met een 113-rated speler. Dus dat is al een goed begin. Ben ik trouwens benieuwd of die tradable is of dat die untradable is. Geen idee. Is dit Lewandowski? Polen spits. Ja, dit is Lewandowski. En die is dus 113. Dat kon ook niet anders. Die is 225 miljoen coins waard. En hij is tradable. Dus dat is mooi. Dan ben ik benieuwd of die daadwerkelijk ook verkoopt. Dat kunnen we even checken voor de zekerheid. Lewandowski. Hij staat er voor zijn laagste prijs. Oh, hij staat er 999 plus keer op. Dus hij is wel veel coins waard. Maar omdat hij er zo vaak op staat, gaat hij sowieso nooit verkocht worden. Dus dat is wel een klein beetje jammer. We hebben hier ook nog wat andere spelers, maar die zijn ook niet zo heel veel waard. Oké, dat is wel jammer. Maar alsnog, wel een speler die eventueel veel waard is. Dan gaan we door met het openen natuurlijk van rewards hier zo. Hier kan je coins krijgen. Soms kan je veel krijgen, soms weinig. We krijgen nu 100.000. En je krijgt tussen de 100.000 en 50 miljoen. Dus 100.000 is dan het laagst wat je kan krijgen. En we krijgen nog heel veel gewone spelers erbij. Tussen de 104 en tussen de 108. En hier krijg je tussen de 106 en 111. Zijn ze tradable? Ja, ze zijn wel tradable. Dus als we een 111-rated speler krijgen die wel iets waard is. Dat zou mooi zijn, want dan verdienen we nog iets coins mee. Maar tot nu toe heb ik elke keer het allerlaagste gekregen. Qua coins aantallen die je kan krijgen. Maar ook qua spelers ratings. Ik krijg echt heel erg weinig. Hier kunnen we deze nog openen. Hier, 800.000 coins. Dat is al iets beter. Want net kregen we de hele tijd 100.000 coins. Een speler van 104. Weer het laagste wat je kon krijgen. En dan waren dit alle spelers en coins die we konden krijgen. Oké, dit was wel vrij weinig. Maar die edelstenen maken alles weer goed. Ik ga nu alles in één keer verzamelen. We krijgen 250 FIFA-punten erbij. 1 miljoen coins. We krijgen nog allemaal skillboosten. Paspunten. Dat is trouwens ook heel chill, die paspunten. Want die kunnen we natuurlijk gaan omruilen in de winkel. Bij de sterpas kan dat. Ja, dan kunnen we deze inruilen. Moet ik even hier gewoon 60 invullen. 60. En dan krijgen we van die scoutingspunten ervoor in de plaats. Dus dat is mooi. Dus dan hebben we op dit moment alweer 150 plus. Ja, 157. Kunnen we hier nog net niks mee. Maar dat komt binnenkort wel. We zouden eventueel coins of munten. Ja, gaan we niet doen. Maar in ieder geval binnenkort kunnen we hier weer meer uitgeven. En dan gaan we ook die 115 rated spelen vrij spelen. Dus dat is ook mooi. En uiteindelijk spelen we natuurlijk Madison vrij. 119 beoordeling. Echt lijp. Dat is dan mijn allerbeste speler in mijn team. Als ik hem heb vrijgespeeld. Maar laten we nu maar even naar Founders gaan. Want hier hebben we dus een pack van 1250 FIFA punten. Je krijgt. Of de kans dat je coins krijgt of een speler is 100%. Dus dat is mooi. Je krijgt dan een 108 plus speler. De kans op een 113 plus speler is maar 2%. Maar volgens mij, ja, je kan ook 114 plus spelers krijgen. Maar de kans op grote hoeveelheid munten of spelers, die is 2%. En dan heb je kans dat je een van deze krijgt. Dus dat is maar 2% kans dat je iets hiervan krijgt. En dan van die 2%, als je een 120 rated speler krijgt, is 1,8% kans. Dus die kans is echt inimini klein. Eerst 2% kans en daarna nog een keertje 1,8%. Dus nou, dat gaat nooit gebeuren. Maar ja, met die edelstenen kan je anders niet zoveel. Dus we gaan even een paar pakketjes openen. Met FIFA-punten open ik geen packs. Dat doe ik nooit. Maar we krijgen een 108 rated speler van 1,7 miljoen coins. Dat is niet waar ik naar op zoek ben. Dus hopelijk krijgen we even iets beters. Even een walkout. Of veel coins, dat zou ook mooi zijn. Trainingsoverzetpunten en skillboosten. Daar heb ik niet zoveel aan. En weer een speler van 108. Dat is wel een beetje balen. Kijk, ik wil hier een speler van krijgen. Kijk, Haaland, Bellingham, Vinicius Junior, Rice, Gundogan, Benzema, Marquinhos. Kijk, dat zijn de spelers die ik wil krijgen. Ja, dat is zo ziek. Gegarandeerd in 10 aankopen. Dus je krijgt gegarandeerd een 112 plus speler als je 10 aankopen hebt gedaan. Maar ik kan geen 10 aankopen doen. Ik kan er maximaal 5 of 6 doen of zo. Wat natuurlijk ook al vrij veel is. En nee, weer niks. Of nou, in ieder geval niet iets echt goeds. Oh, 111 rated Jimenez. Nou, dat is al iets beter. Dat is 35 miljoen coin in de pocket. We kunnen nog 3 packs openen. Maar ja, hopelijk krijgen we nog 1 keer een walkout. Maar blijkbaar is een 111 rated speler niet eens een walkout. We krijgen er nu een van 109. We krijgen wel veel spelers. Dat dan weer wel. En ook skillboosten.
Maar we gaan eens kijken of ik die Jimenez gewoon kan verkopen. Of dat er veel te veel van op de markt staan. Ook hier staan er weer veel te veel van op. Deze ook. En ik kan ze gewoon niet verkopen. Op de een of andere manier is het blijkbaar heel makkelijk om goede spelers te krijgen. Sissoko zou misschien nog verkocht worden, want daar staan er niet zoveel van op de markt. Dus nou, dan ga ik hem op de markt zetten. We kunnen nog 2 packs openen. En dat zijn de laatste 2 packs. Dan hoop ik dat we nog even kunnen afsluiten met een knaller. Come on! En nee, weer geen walkout. Wel 4,3 miljoen coins. Maar dat betekent ook dat we geen speler hebben gekregen. Inderdaad, dus als je coins krijgt, krijg je geen speler. Huh? Oh, heb ik nu 5 geopend? Oh nee, dan kan ik nu verder niks meer openen. Oh, ik dacht dat ik er nog 2 kon openen, maar blijkbaar kan dat niet. Oh, dat is balen. Dan moeten we wachten tot morgen dat we zeg maar er weer een paar kunnen openen. Ha, dat is stom. Nou, ik weet het goed gemaakt. We hebben hier nog in totaal van die Division Rifles punten. Kunnen we spelen tussen de 110 en 112 nog krijgen. Dus dan openen we daar even een pakketje van. Om toch nog even leuk af te sluiten. Ben ik benieuwd wat we nu gaan krijgen. Wie is dit? Centraal verdedigende middenvelder. Ik heb op dit moment geen idee. Medel. Die is 110 qua beoordeling. En die is 10 miljoen coins waard. Ja, dan had ik gehoopt op een 112 rate speler. Maar ja, die kans is wel vrij klein. En we kunnen hier natuurlijk ook gewoon 13 van kopen. Of in ieder geval 10 in één keer. Dan krijg je gewoon eventjes 10 miljoen coins erbij. En dan kunnen we er nu nog 3 van kopen. Hebben we op die manier ook nog 13 miljoen coins erbij. Dan hebben we daardoor ook nog wel iets verdiend. Zijn hier ook al mijn punten op dit moment op. Maar hey, die coins kunnen we natuurlijk wel gebruiken om binnenkort weer goede andere spelers te kopen. Maar ik had gehoopt dat we nog wat betere dingen zouden krijgen. Maar dat valt wel een beetje tegen. Maar ja, binnenkort kunnen we natuurlijk de nieuwe speler Madison vrijspelen. En sowieso is die 115 rate te spelen hier. Dus dat gaat allemaal goed komen. En dan zorg ik ervoor dat ik elke dag alle opdrachten ga voltooien. En dan komen we er vanzelf. Heb je trouwens nog een keer zoveel edelstenen die je kan krijgen? Ik zie je 1000. Hier krijg je nog 2 keer 300. En verder in de pers heb je hier nog een keer 300 edelstenen. 7500 edelstenen krijg je hier. Wow, dus als we bij pad 45 zijn, krijg je ziek veel edelstenen. Oké, dat is nice. Dan kunnen we dan weer een zieke pack opening doen. Maar ja, dat is voor tegen die tijd. Want op dit moment heb ik mijn edelstenen op. En ik kan er niet zoveel meer mee. Nee, nee. Dat betekent dat ik anders FIFA punten moet uitgeven. En dat wil ik niet. Die wil ik bewaren voor handigere dingen. Want packs openen met FIFA punten in FIFA Mobile is eigenlijk gewoon zonde. Dus ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouws uit mijn kleding. Hoi.